Jongens, dit is het moment waarop jullie gewacht hebben. Kunnen we kampioen worden met ons baby Pokémon team? Kunnen we deze man, Leon, gaan verslaan? Let's go! Yo, Nintendo fans! Welkom vanuit een hele nieuwe setup. Ik ben even lekker ergens anders gaan zitten. De setup moet nog een beetje geoptimaliseerd worden. Het moet nog iets toffer worden qua kleurtjes. Er moeten nog vettere dingen hierachter in deze kast. Maar ik moet eerst voor jullie een video maken natuurlijk. We kunnen niet een paar dagen lang zonder video's. Toch? Als jij niet een paar dagen zonder video's kan, doe het duimpje omhoog. Laat het me weten en vergeet niet te abonneren. En dan ga ik met mijn babyteam proberen om Eternatus te vangen. De vraag van de dag is dan ook, is Eternatus een coole legendary? Vind jij deze gekke Pokémon tof? Of vind je hem niet tof? Laat het weten in de reacties. Ik denk dat Leon hem niet tof vindt. Leon zegt hier namelijk, ja, ik ben de kampioen. Maak je geen zorgen. Ik ga dit voor jullie fixen, samen met mijn Charizard. Wij zijn de opperbazen, wij kunnen dit. Hij probeert hem maar gelijk te vangen en jullie weten het, hè. Dat probeert hij. Met een Pokéball. Dat gaat niet helemaal volgens plan. En vanaf dat moment moeten wij het gaan doen. Let's go, Munchlax! Ik heb geen idee. Hij is wel level 60. Hij heeft wel sterke aanvalletjes, zoals Cross Poison. Maar raar, hij wordt gedamaged door mijn Rocky Helmet, dus dat is lekker. Ondertussen doe ik Retaliate. Nou, gaat dik prima. Oké. Overleef dit! Alsjeblieft! Kom op, Munchlax! Overleef het! Ja, jongen. Ja, deze Munchlax is een baasje, jongen. En dan doe ik nu Retaliate. Hopelijk hebben we hem. Ah, hij houdt 1 HP over. Nee, hij gaat zichzelf kapot maken met Cross Poison. Doei, Eternatus. Dag, fase 1. Ja, dit is lekker. Maar we weten allemaal wat er nu gebeurt. Hij is niet echt down, want hij staat op. Hij reist uit de doden. En hij gaat helemaal de lucht in. Helemaal gek. Ik heb altijd het idee dat hij een Rayquaza probeert te zijn, maar hij heeft eigenlijk geen hoofd, maar alleen een hand of zo. Hop raakt in paniek. Hij denkt, wat gebeurt er nu? Waarom kunnen we niks doen? En dan heeft hij het geniale idee om het zwaard en het schild te gebruiken. En dan worden mijn baby's geholpen. Door de legendarische Pokémonies, die je nu trouwens shiny kan halen, hè. Als je nu naar Game Mania gaat, dan kan je een code krijgen om deze Shiny Zacian en Shiny Zamazenta in je game te krijgen. Super vet als je die wil hebben, dus ga even snel naar de Game Mania om een code te halen. Of je kan het ook online aanvragen. Gewoon doen, super chill. En dit blijft toch wel een heel vet muziekje, jongen. Met die huilende wolven op de achtergrond. I love it. Hun ultieme vorm, let's go. En dan gaan we dit even met z'n allen doen. En dan hoop ik niet dat die Max Mermaid op mij komt. Nee, die komt op Dubwoo. Altijd wordt Hoppy weer gepakt. En Dubwoo, oh, die gaat zichzelf kapot maken, want hij doet Double Edge. Oh, hij leeft nog, wat? Ja, ik doe even Belly Drum om mezelf te maximizen. Mijn HP gaat voor de helft eraf, maar mijn attack is op zijn hoogst nu. Zacian gaat, ja, Zacian en Zamazenta gaan het eigenlijk gewoon voor ons fixen. We hebben nu zoveel hulp met de baby's, let's go. Lekker, Zacian. Behemoth Bash! Deze is ook vet, jongen, deze aanval. Raaah! En kijk hem vliegen, jongen. What? Beam! Heel vet. Nu komt er een Max Flare. Oeh, wow, een Max Flare op Zacian. Moet hij wel op gaan passen. En ook Zamazenta gaat even lekker door. Ja, we hebben nog bijna niks gedaan. Nou, Eternatus is al voor de helft kapot. Oh, alleen Eternatus die kan dus wel zeg maar alle stats minimizen. Dus nu is mijn attack helemaal niet meer zo hoog. Dus eigenlijk heeft Belly Drum helemaal geen zin tegen Eternatus. En Double Kick heeft ook geen zin, Wooloo. De Boel, Hoppie, weet ik veel wie je bent. Nou, Snor heeft waarschijnlijk ook geen zin. Nee joh, dat heeft echt helemaal geen zin zelfs. Misschien dat Mantyke wat kan doen met Icy Wind of zo. Ja, of we laten het gewoon opgelost worden door Zacian en Zamazenta. Ik ga gewoon alles doen. Eternatus gaat voor Max Flare. Ja, en dan is denk ik Zacian gewoon weg. Ah, nee! Zacian! Oh jee, dan moeten wij het gaan doen. Icy Wind doet nog steeds pijn, maar niet heel veel. Snorlax, high horsepower. Lekker gedaan, jongen. Op wie komt de Max Mermaid nu? Op Snorlaxie. En Snorlaxie gaat ook bijna kapot. Ah, nu gaat het lukken, nu gaat het lukken. Een crunch en dan kom ik met mijn Icy Wind. En dan is het klaar, toch? Ja! Lekker. Nou, dan ga ik hem ook maar vangen. Ik mag hem natuurlijk niet gebruiken in deze Baby Only Challenge. Maar je moet hem vangen. Je kan niet verder met het spel zonder hem te vangen. En we hebben hem. Lekker. Yay! Woehoe! Yay! En nu wil ik Pokémon kampioen worden. We zijn weer terug in Winden City. En daar gaan we dan door. Richting het stadion. Om eindelijk te proberen om Pokémon kampioen te worden met mijn baby Pokémon. Jongens, dit is het moment waarop jullie gewacht hebben. Kunnen we kampioen worden met ons baby Pokémon team? Kunnen we deze man, Leon, gaan verslaan? Let's go! Ik ben echt super benieuwd, jongens, of dit gaat lukken. Ik ben ook best wel hyped. Ik heb er zin in. Met alleen maar baby Pokémon. Wat vet! Ik heb deze challenge
stijl is trouwens nog niet eerder gezien op YouTube. Ik heb hem helemaal zelf verzonnen. Dus ik ben benieuwd of er ook andere YouTubers zijn die dit gedaan hebben. Maar ik vond het in ieder geval super leuk om te doen. En ik vind het super leuk dat jullie erbij zijn. Dus doe nogmaals dat blauwe duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. En abonneer voor heel veel vette Nintendo en Pokémon video's. En dan is dit het moment, jongens. Zijn cape gaat af. En hij begint met Age Slash. En ik heb een goede counter voor, namelijk Magby. Het enige ding is dat we sneller moeten zijn dan Age Slash met Magby en Flamethrower. Let's go. Oké, dat is dus niet zo. Hij gebruikt zijn schildje. Daarmee beschermt hij zichzelf. Ah, maar we zijn wel sneller, normaal gesproken. Lekker. Oké, we hebben 2 hits nodig om Age Slash te verslaan. Wat gaat Age Slash doen? Hij gaat zijn stance changen. Dus hij gaat nu in de aanvalmodus. En dan Shadow Ball. Dit zou best wel eens pijn kunnen gaan doen. Wow. Hij is wel sterk, man. Hij is wel sterk. Kom op. Ja, hij is raak. Flamethrower is raak. Super chill. Age Slash is down. 1-0 voor Rikachu's baby team. Lekker! Da! Magby gaat ook gelijk naar level 70. Riolu naar level 65. En dan ben ik benieuwd wat Leon nu gaat doen. Leon gaat nu voor Haxorus. Dan kies ik voor Mantyke. En dan hoop ik dat Haxorus geen Electric-type attacks kan. Mantyke is mijn enige goede counter tegen Dragon-type Pokémon. Door de Icy Wind aanval. Laten we proberen. We zijn allebei level 63. Hij gaat voor Outrage. Wat betekent dat hij eigenlijk steeds sterk. Oh my gosh. Oké. Ja, Mantyke's verdediging is niet optimaal. We gaan dan maar voor Munchlax. En dan gaan we retaliaten met Munchlax. Ja, hij gaat nog een keer voor Outrage. Dit kan wel eens een probleem gaan worden. Dit wordt een heel groot probleem. Hij wordt in ieder geval gedamaged. En nu is hij confused. Maar hij is gedamaged door mijn Rocky Helmet. Wij gaan voor Retaliate. Dat gaat best wel pijn doen, denk ik. Hij is nog net niet kapot. Op zich is dat positief, want ik hoop dat hij nu zichzelf gaat raken. Want dan kan ik Munchlax weer van wat HP voorzien. Dat is super chill. Oh nee, hij doet het ook. Ah, oh, hij doet een full restore op zijn Haxorus. Oh, dit is wel naar. Dit is heel naar. Ik moet nog een keer healen. Oké, dit is heel vervelend, jongens. We hadden mijn Haxorus bijna down, maar Leon die doet het goed. Hij gaat denk ik vol outragen. Ja, hij damaged zichzelf daar wel mee, hè. Ik weet niet of hij dat door heeft. Ik moet nu denk ik een max potion gaan gebruiken. Anders gaat het fout. Daar heb ik er 10 van, dus dat is nice. Dan gaat hij nog een keer outragen. Hij gaat keihard. Maar dan is hij nu wel confused. Dus dat is nice. Ja, en dan ga ik mezelf maar weer healen. Deze Haxorus zorgt wel voor problemen, man. Hopelijk gaat hij nu zichzelf raken. Hij is confused. Ja, hij raakt zichzelf. Lekker. Dan kan ik nu weer gaan retaliëren. Raakt hij zichzelf weer? Nee, nu niet. Nu gaat hij weer outragen. Nou, goed. Mijn Rocky Helmet doet wel damage. Misschien kunnen we hem nu verslaan. Als ik nu retaliate doe en dat dat net genoeg is. Ja, Haxorus is down. Het staat 2-1. Maar mijn Munchlax, die heeft het wel moeilijk. Elekid gaat nu naar level 68. Dat is top. En dan gaat hij nu voor Seismic dood. Daarvoor heb ik Bidoo meegenomen natuurlijk. Bidoo heeft Grass-type moves. En die zijn 4 keer super effective tegen Seismic dood. Dus hopelijk gaat hij gewoon snel kapot. Seismic dood ziet er ook niet uit als een snelle Pokémon. Hopelijk ben ik ook nog sneller. Dat zou echt super chill zijn. Ik ben niet sneller. Hij doet Earthquake. Ja, Bidoo overleeft het gelukkig. Hopelijk sloop ik hem in één keer met Energy Ball. Ja, lekker is dit. En de volgende Pokémon van Leon is down. Dan nu Cinderace. Ja, daar heb ik dus geen counter meer voor. Ik ga Bidoo even opofferen en hopen dat Mantyke iets kan doen tegen Cinderace. Daarvoor geef ik Mantyke nu een Max Revive. Ja, en dan gaat Bidoo nu down natuurlijk, want Oh, Acrobatics ook, oké. Ik dacht, hij gaat mij keihard verbranden, maar dat valt mee. Oké, Mantyke, de tweede kans, jongen. Let's go. Pak hem alsjeblieft. Ik durf denk ik geen Hydro Pump te doen nu. Hydro Pump heeft 20% kans om te missen. Nou, maar is wel veel sterker. Oké, misschien moet ik gewoon een gokje nemen. Misschien moet ik het gokje nemen om wel Hydro Pump te doen. Hij doet Acrobatics. Alsjeblieft, raak. Ja, lekker. Ik raak hem. Top. Oké, hoeveel damage doet dat? Bijna kapot. Ik hiel een klein beetje. Ik hoop dat het genoeg is om Cinderace te verslaan. Hij gaat voor Pyro Ball. Die zou mij niet kapot moeten maken, toch? Is not very effective. Kom op. Ah, Mantyke is zo zwakkie. Oké, jongens, Munchlax is terug. Munchlax krijgt een Max Potion. Let's go. Geen Max Poison, dat is heel wat anders. Misschien kan ik hierna weer wat Pokémon reviven dan ook of zo. Ik bedoel, hij gaat mij nu aanvallen. Hij gaat mij niet kapot maken. Rocky Helmet gaat hem wel bijna slopen. Misschien toch nog één keer Mantyke proberen. Want we krijgen straks te maken met een Dragapult. Misschien kan die wat doen tegen Mantyke. Hij gaat voor Pyro Ball. Jeetje.
Oké. Okay. Ja, dat is jammer, dat is jammer. Ik had niet verwacht dat ik in één keer kapot zou gaan. Ah, kom op, Riolu. Maak jij het even af. Oh nee, acrobatics heeft hij natuurlijk. Oh, ik ben dit verkeerd aan doen, jongens. Ik ben dit helemaal fout aan doen. Ja, dan gaan we maar voor Magby. Ik ben echt continu aan het healen, want zonder healen red je dit gewoon echt niet. Hij gaat voor acrobatics. Hoeveel pijn doet dat? Ja, meer dan de helft toch ook weer. Dan moet ik toch weer Munchlax levend maken, jongens. Overleef je dit? Overleef je dit, Magby? Please. Helaas. Ja, die Cinderace, die is aardig aan het slopen hier. Ik ga een gokje doen. Ik hoop dat hij acrobatics doet. Nee, hij doet geen acrobatics. No, hij doet Pyro Ball. Hij doet Pyro Ball. Waarom is dit zo sterk? Dit is echt niet normaal gewoon. Pyro Ball is echt veel te sterk. Is het nou op met je Pyro Ball? Ben je nou klaar? Heb je die nou al genoeg gebruikt? Dit is op zich prima. Cinderace is kapot. Ik heb alleen nog Mantyke, Elekid en Munchlax over. Dan, nu Dragapult. Hopelijk kan Mantyke iets doen. Maar hij heeft Thunderbolt natuurlijk. Dat dacht ik alweer. No! Ik ga nu gewoon heel mijn team proberen te revive, hoor. Let's go. Magby moet even weer leven. Ik wil even wat backups hebben. Flamethrower heeft hij ook nog. Natuurlijk heeft hij flamethrower, joh. Maar die doet in ieder geval niet zo heel veel damage. Bedoel heb ik niet zoveel aan. Ja, hopelijk wel aan Mantyke. Ik blijf Mantyke maar revive. Waarom blijf ik dat ook doen, joh? Dat is helemaal niet slim. Hij doet nu Dragon Breath. Dat doet ook niet zoveel. Oké, ik heb nu even tijd om dat dingen te doen. Ik ga ook Riolu gewoon reviven. En dan heb ik gewoon weer 5 Pokémon terug. Max revive, jongen. Ik ben blij dat ik al mijn max revives heb bewaard gewoon de hele tijd. Jeetje. Zonder max revives en max potions had ik dit nooit gered. En dankzij Dragapult heb ik nu een klein beetje tijd om alles weer op orde op zaken te stellen, zeg maar. Omdat de aanvallen van Dragapult doen niet zo heel veel pijn op mijn Snorlax. We kunnen nu eindelijk gewoon een klein beetje gaan chillen misschien. Dat is wel lekker. Al mijn Pokémon, behalve Bidoof, zijn weer levend. Nu gaat die Thunderbolten. Ik denk dat die... Oh, die doet ook niet zo heel veel pijn, joh. Nou, dan gaan we even rustig snurken. Let's go. Ja, hij heeft alleen geen physical attacks, die Dragapult. Dus... Oh, ik kan hem niet raken met normal type attacks. Dat is ook wel een dingetje. Dus eigenlijk kan ik Dragapult helemaal niet raken. Oké, Thunderbolt, Flamethrower en draak aanvallen. Dat betekent dat ik niet voor Mantyke moet gaan. Ja, lastig. Lastig wat ik moet doen. Ik ga maar voor Elekid, denk ik. Laten we Elekid proberen. Want Riolu kan ik ook niet gebruiken. Hoeveel pijn doet die Flamethrower? Ja, best veel. Oh, en ik ben ook burnt. Hoeveel pech kan je hebben, joh? Nou, ik ga maar gewoon proberen te thunderbolten. Ja, misschien kan ik gewoon helemaal niks doen met Elekid, man. Dit is zo jammer. Maar Elekid heb ik straks nodig tegen Charizard. Shit, hé. Ja, lekker dat ik tegen Dragapult even kan chillen. Maar ik kan niks doen tegen deze gozer. Ik ga hem confusen. Let's go, let's go, let's go. Overleef dit. Top. Confuse hem. Oké, nice. Hopelijk gaat hij nu zichzelf gewoon een beetje slopen. Kom op, raak jezelf even. Werk even mee dan. Werk even mee. Nee, je gaat niet meewerken. Je gaat stom doen. Potverdorie. Ah, ik heb zoveel pech. Ik raak hem nu wel met Clear Smog, maar dat doet natuurlijk helemaal niks. Gaan we maar weer potion geven. Dit is zo moeizaam. Hij raakt weer zichzelf niet. Raak even jezelf, jongen. Ik doe toch niet voor niks die potion. Kom geen eens meer uit mijn woorden. Kom op, Dragapult. Raak jezelf. Hè? Is het nu weer tijd om Elekid te reviven? Oké, hij is niet meer confused. Ik begin het geloof een beetje te verliezen dat we dit gaan winnen, jongens. Ik ben een beetje bang dat dit niet gaat lukken. Hou even op met je Shadow Ball. Die is zo vervelend. Ik red het ook gewoon net niet. Het is gewoon net. Ik ga... Ik ben net levend. Ik ga hem weer confusen. Nu gewoon even 4 keer achter elkaar jezelf raken, alsjeblieft. Kom op, Dragapult. Ik geloof in je. Je kan het. Nee! Hou nou op! Ik ga flamethrower proberen, maar ik denk niet dat het helpt. Echt, dit is ongelooflijk! Hoe vaak die mij kan raken terwijl die confused is. Dit is gewoon niet meer eerlijk. Ik probeer eindelijk een beetje een tactiek te vinden, maar het werkt amper. Please, please, come on! Raak jezelf! Ja, dit is ongelooflijk. Van de 8 beurt heeft hij misschien 1 keer zichzelf geraakt. Kom op, Dragapult. Hey, doe nog even 1 keer jezelf raken. Ja! Oké. Nu is hij niet meer confused. Hoe vaak kan hij trouwens Shadow Ball gebruiken, jongen? Volgens mij heeft hij die move nu al 100.000 keer gebruikt. Ja, mijn special defense is nu naar beneden. Dat betekent dat ik nu... Ja, ik ga nu gewoon kapot. Ik ga dit niet meer redden, denk ik. Het is jammer, maar Magby gaat down. Ik kan namelijk niet meer 2 klappen achter elkaar opvangen. Dus het heeft geen zin om Magby nog verder te healen. Munchlax kan hem niet raken. Riolu kan hem ook niet raken. Hij heeft natuurlijk Thunderbolt voor meteen Mantyke. Ik moet Elekid gebruiken. Terwijl ik dat eigenlijk helemaal nog niet wil. Want ik wil de Elekid pas tegen Charizard gebruiken. Please, overleef.
Ja, of niet. Ik weet het niet. Moet hij dit overleven? Ik vraag hem een beetje af. Oké, Dragapult is down. We hebben nu alleen nog te maken met Charizard, jongens. Alleen Charizard nog. En Charizard, die heeft natuurlijk Solar Beam. Wat betekent dat hij ook grasaanvallen kan doen. Dus Mantyke is opnieuw useless. Ik ga Mantyke nu opofferen. Mantyke wordt nu heel hard gesloopt, maar Elekid, die moet het eigenlijk gaan doen. Ik wil gaan proberen om Elekid pas te Dynamaxen als Charizard klaar is met zijn Dynamax moves. Charizard gaat namelijk nu Dynamaxen. Ik ga een Hyper Potion geven aan Elekid, zodat Elekid weer full HP is. Mantyke gaat kapot. Oh, dit is zo spannend en moeilijk. Kom op, baby team. Kom op, fix dit. Daar is die jongen, de G-Max Charizard. Heel sick. Echt gestoord. Hele zieke Pokémon. Hij gaat voor Max Rockfall. Oh, omdat ik natuurlijk ook een Flying type ben. Jeetje, maar Mantyke overleeft het gewoon. Oké, dat is wel verrassend, man. Charizard gaat zichzelf hiermee ook raken met die Sandstorm. Het heeft niet zo heel veel zin om hem nu aan te vallen, denk ik. Dus ik ga een super potion geven aan Munchlax, zodat Munchlax vol is. Hij gebruikt hiermee twee van zijn beurten van Gigantamax. Dus dat is prima. Hij heeft nog één beurt over van zijn Gigantamax Charizard. Dus dat is ook heel prima. Hij damage zichzelf ermee. Ik vind het helemaal goed. Ik ga nu Riolu even inzetten. Even kijken wat hij kan doen. Ik verwacht dat Charizard sneller is. Dus ik ga Reversal doen. Die sterker wordt naarmate ik minder HP heb. Hij doet Max Airstream. Ja, dat sloopt mijn Riolu. Oké, dat sloopt mijn Riolu. Dat is jammer. Dat is jammer. Het viel te proberen. Charizard's snelheid is omhoog. En dan is het nu tijd voor Elekid, jongens. Dan is het nu tijd voor Elekid. En hopelijk werkt mijn tactiek. Want anders ben ik de Shaak. Zijn Dynamax, Gigantamax beurten zijn weg. Het is nu aan mij. En ik hoop dat ik gewoon genoeg damage kan doen. Op deze Charizard. Met Elekid. En dan heb ik eventueel nog Munchlax achter de hand. Ah! Kom op, baby team. Ik vind het serieus heel spannend. Ik ben zo benieuwd of dit gaat lukken. Daar gaan we. Hopelijk ben ik sneller. Nee, hij is sneller en hij doet Fire Blast. Daarmee raakt hij mij al gelijk flink, hè. Daarmee raakt hij mij heel hard. Dit is super effective. Ja! Lekker, Elekid. Hij doet het gewoon. Oh, wat ziek. Wat ziek. Elekid doet het met één klap. Die had ik echt niet verwacht. We zijn Pokémon kampioen. Met het baby Pokémon team. Dit is insane. Holy moly, jongens. Als dit geen duimpjes omhoog verdient. En geen abonnees verdient. Dan weet ik het ook niet meer. Laten we richting de 70.000 abonnees gaan met z'n allen, jongens. Come on. En dit was het hele ding. Jullie mogen niet evolueren. Dat mag niet. Jullie moeten dit gewoon met z'n allen doen als baby Pokémon. En dat hebben jullie gedaan. Elekid, ik ben gigantisch trots op je, jongens. Gewoon even die Charizard gesloopt in één keer. Bam! En Munchlax, serieus, dankzij jou heb ik zoveel kunnen doen. Zoveel kunnen herstellen, deze battle. Het is gewoon gelukt. Mijn moeder is trots. Hop staat te juichen. Leon is op zich ook wel tevreden. Congratulations, Rickachu. Pokémon kampioen van de Galar-regio. Let's go! Dit was de serie, jongens. Een hele vette serie. Dus doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En binnenkort Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl op dit YouTube-kanaal. Ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. Let's go! En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... Mazzel!